Family 7 voert deze maand actie voor de christelijke zendingsorganisatie TWR. In Azië wil TWR kinderen bereiken met het evangelie. Een thema waar Family 7 zich helemaal in kan vinden. Joke Krijkers van TWR en Family 7-directrice Stephanie van der Horst reisden eerder dit jaar af naar Nepal, waar al een goed lopend kinderprogramma is. Ja, dames, hoe was dat in Nepal? Heel bijzonder, hè, om daar naartoe te mogen gaan, aanwezig te zijn en te mogen zien wat TWR daar al doet. Ja, en Nepal is nu natuurlijk ook veel in het nieuws geweest met de recente overstromingen. Hoe is dat voor jullie om te zien? Ja, ik vond het heel heftig. Ja, hartverscheurend. Vooral omdat we daar ook geweest zijn. En je weet hoe het er eerst uitzag. En je weet hoe, onder welke omstandigheden ze leefden. Dat het al niet zo heel optimistisch was. En die mensen hebben nu gewoon helemaal niks meer. En dat, ja, dat raakt mij wel echt komt diep heel van dichtbij. Binnen. Ja, ja. Nou, er zijn ook beelden van. We hebben een fragment waar jullie zijn geweest, de Sloppenwijk, die buurt en de kerk. Te zien is voor de overstroming en na de overstroming. Dus laten we even kijken. We komen aan in de Sloppenwijk aan de rand van de rivier. Het is er vies en vuil. De straten zijn onverhard en in de regentijd zal het hier één grote modderbende zijn. Maar midden in de wijk staat een kerk. Church, because of flood, सबै लगो साथीहरु, all things is gone, everything is gone. Ja, heftige beelden. Ja, ik had er kippenvel van. Ja. Opnieuw weer raakt dat me heel erg. Ja. En Joke, kan jij wat meer vertellen over het werk wat jullie als TWR doen in Nepal? We hebben een team in Nepal. Zoals in heel veel andere landen werken we met lokale mensen. En wij zenden daar het evangelie uit. We hebben verschillende programma's, evangelisatieprogramma's in diverse talen. Omdat er verschillende talen gesproken worden in Nepal. En een van die programma's is een kinderprogramma. Omdat we vinden dat de kinderen ook apart aangesproken moeten worden. En ja, het is net al gezegd, hoe jonger je het erin stopt, hoe beter het eruit komt op latere leeftijd. En wij zijn er echt van overtuigd dat je al vroeg moet beginnen met het evangelie verkondigen. En is het ook niet zo dat kinderen in Azië ook best wel een ondergesneeuwde doelgroep zijn? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, in de documentaire zie je dat ook als onze directeur Rajin daar iets over zegt. Je merkt dat hij zelf ook heel erg geraakt is door de situatie van de kinderen zijn achtergesteld. Zeker de kinderen uit de lagere klassen en de outcast kinderen. Die hebben gewoon zo weinig kansen om goed onderwijs te krijgen. Er is weinig aandacht voor hen. En met dit soort programma's gaan ze met elkaar luisteren. Het is ook iets wat je gezamenlijk doet. En ze krijgen ook een stukje aandacht. En daar bloeien ze echt van op. Ja. Ja. Een stuk verbinding hoor ik. Dus verbinding en aandacht, wat ook zo goed. Is dat ook wat het zo succesvol maakt, denk jij, daar in Nepal? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat sowieso wel heel erg belangrijk is. Want we kunnen wel radioprogramma's gaan uitzenden. Maar als dat het is, is het wel heel erg oppervlakkig, zeg maar. Ondanks dat je heel betekenisvol programma's kunt maken. Ja. Maar de connectie met de kinderen, connectie met de luisteraars. Want we doen dat ook bij andere programma's. Ja, dat is zo van wezenlijk belang. Want dan merk je van, hé, wat doet het met ze? En hoe kun je je programma's aanpassen zodat het nog beter aansluit op de doelgroep? Ja. Ja. En Stephanie, Family 7 in actie. Ja. Wat gaan we zien? Ja, we gaan echt het werk zien wat TWR daar in Nepal doet. We komen in zondagscholen, we komen in tuition centers, zoals ze dat noemen. Een soort bijlescentrums eigenlijk. En daarin zie je dus heel mooi dat TWR naast het geestelijke stukje waarin ze voorzien door middel van hun radioprogramma's, ze dus ook echt op praktisch niveau de kinderen hulp bieden. En dat vind ik heel erg mooi. En je krijgt echt een inkijkje en je, door de verhalen van de mensen eromheen ook hoor je dus ook dat op het moment dat de kinderen met Jezus in aanraking komen, dat zij veranderen, dat hun gezin daardoor verandert en soms hele gemeenschappen daardoor veranderen. Dus je ziet en je hoort ook gewoon echt de impact van het werk daar. Ja, dat is echt heel mooi. En hoe zijn jullie dan erop gekomen om dit samen te gaan doen met TWR?
Nou, er zijn altijd heel veel organisaties die graag met ons een Family 7 in actie willen maken. Maar wij kijken daarin ook wel wat past bij ons. Nou, en zoals wij het verlangen hebben om hier in Nederland het evangelie te verspreiden, zo hebben we gezien dat voor TWR dat geldt voor Azië. En daar hebben we raakvlakken. En zodoende is dit tot stand gekomen. En we hebben ook nog een bijzondere ontmoeting. Daar hebben we een fragment van. Dat is te zien in de aflevering van aankomende zaterdag. Laten we daar ook nog even naar kijken. Like for you to be their teacher. Ma legdum kusi lagta. Ma legdum kusi lagta, na. Abesedi ma teacher ta bayre. Kaili pani kam gari na. Jios from brugi ekchati ola yaya re sari prabhu ko seva garne. Enam balsangati. Suru garne ma kabasar prabhu din bol gocha. Ma dere kusi chhi ota. Ma sushte bad sadle yaya re sikawani ma kabai kuchu. Ja, Sushmita. Ja. Kun je wat meer over haar vertellen? Ja, zij is zondagsschoollerares in een van de dorpjes bij de Moesahar. Echt een achtergesteld volk. En zij geeft daar de zondagsschoollessen. Maar zij is zelf ook heel erg ziek. Ze heeft medicijnen nodig. Ze heeft een hartziekte en ze heeft iets aan haar arm. Maar bij haar zie je heel mooi dat doordat zij met de programma's aan het werk is gegaan, dat zij ook zelf zoveel meer over het geloof leert. En het dus niet alleen voor de kinderen heel belangrijk is, maar ook voor de leraren en leraressen die de lessen geven, zeg maar. Dat zij ook echt die verdieping gaan krijgen in hun geloof. Ja, haar verhaal heeft me heel erg geraakt. Het is echt heel bijzonder hoe zij eigenlijk dwars door alles heen toch haar vertrouwen op de Heer vasthoudt. Ja. En we gaan natuurlijk ook proberen om hier geld voor op te halen. Wat is jullie doel? Hoe hoog hebben we de lat gelegd? Het streefbedrag staat op 100.000 euro. We willen natuurlijk, TWR wil het werk in andere landen ook voortzetten. Sri Lanka, Afghanistan en Pakistan. Ja, daar is gewoon echt geld voor nodig om dat in die andere talen ook te kunnen vertalen. Ja. Ja, want waar wordt het ingezamelde geld dan precies voor gebruikt? Kun jij dat uitleggen? Ja, het gaat naar kinderprogramma's. En het staat al een beetje in de startblokken. Want we hebben al aangekondigd van er wordt actie gevoerd. Dus er komt wat geld aan. Dat is in geloof gaan. Dat vind ik een hele goeie. Zeker, ja. En ik had vanmorgen nog contact met onze regio-directeur. Dus ik zeg, kun je me even een snelle update geven over wat er nu gedaan wordt? In Pakistan en Afghanistan gaat het een beetje gelijk op. En dat komt ook door de talen die ze daar spreken. Bij ons is het zo, in Nederlands een beetje Nederlands, in Duitsland Duits. Maar daar gaat het de grenzen over. Dus als je daar bijvoorbeeld in het Urdu of in het Punjabi een programma maakt, dan kun je dat over landsgrenzen heen gebruiken. Dus wat we in Afghanistan en Pakistan doen is een beetje gelijk. En ze zijn al met de vertalingen bezig. Ze hebben al iemand gevonden die het in kan spreken. En daar willen ze gebruik maken van een animatieserie. Oh. Dus dan kunnen ze niet alleen luisteren, maar kunnen de kinderen ook kijken. En zeker in Afghanistan is dat heel fijn, want daar kun je via internet dus wel het een en ander bekijken. Voor de rest is het ingewikkeld om daar wat te doen. Nou, dankjewel. Ja.